Ja, Wouter, jij vindt dat Japanse RPG's, JRPG's, een beetje ondergewaardeerd zijn. En dan met name heb je het over Persona 4. Nou. Daar wil je even een zegje over doen. Nou, eigenlijk... Je wil even je ei kwijt. Eigenlijk vind ik JRPG's een beetje overgewaardeerd. Overgewaardeerd? Ja, oh. Ja, ik vind ze eigenlijk best wel kut. Al jaren. Dat, maar goed, oké. Okay, laat ik het anders zeggen. Je ogen zijn geopend omdat je onlangs een hele goede PlayStation Vita games hebt gespeeld. Ja, nou, ik heb eigenlijk sinds... wat is het? Final Fantasy 10 of zo, heb ik geen fatsoenlijke JRPG meer gespeeld. Ik ben zelfs in slaap gevallen bij Final Fantasy 10. Ik ben in slaap gevallen bij... Dat kan niet. Je kan niet... Dat geloof ik ook gewoon niet. Wat? Geloof jij dat? Dat je in slaap kunt vallen bij het spelen van een game? Heb je nog nooit een JRPG gespeeld? Wacht. Dit heeft niets met een game te maken, maar gewoon met de persoon. Ja. Wouter kan op elke plek altijd slapen. Hij zegt, als wij naar Slam FM rijden en ik rijd echt 5 meter zijn we weg. Dan ligt hij gewoon te slapen naast je in de auto. In een hobbel voertuig is het binnen 1 seconde. Ja, maar dat is niet eerlijk. Als ik in spanning ben of als ik gefascineerd ben door iets, dan val ik niet in slaap. Trouwens, het is niet helemaal waar, want in de bioscoop val ik ook in slaap. Anyway, ik val bij games normaal gesproken, omdat die endorfine door mijn adertje schiert, val ik nooit in slaap. Behalve bij JRPG's. En bij Lego City shit. Ook bij Lego games, maar die hebben ook een beetje zo'n kabbelend weekje sfeertje, weet je wel. Er valt er een beetje, dus rustgevende geluidjes. Ja, daar zou ik sowieso bij in slaap vallen. Maar dat is, ik bedoel, dat heeft allemaal als reden dat ik het niet boeiend genoeg vind. De laatste, jij weet die naam wel, ik vergeet die naam altijd. Die game, die JRPG, over die componist. Oh, Eternal Sonata. Eternal Sonata. Nog zo'n game. Dat is volgens mij de allerlaatste die ik heb gespeeld. De allerlaatste JRPG. Dat is ook alweer 3-4 jaar geleden of zo. Ja, wel langer hoor. Dat is 5-6 jaar geleden. Zo. Ja. Dus ik had eigenlijk het hele genre opgegeven. En dat was een soort van opluchting, weet je wel. Want die games die doen verschrikkelijk lang voordat die überhaupt op gang komen. Het duurt verschrikkelijk lang voordat je ze uitgespeeld hebt. 100 plus uur van de meeste games. En toen kwam Persona 4. En nou ben ik weer helemaal verslingerd aan het genre. Ja, dat is in ieder geval aan deze game. Ja. Waarom dan? Ja, eigenlijk is dit een soort van JRPG gecombineerd met een simlife. Want je bent eigenlijk een jongetje dat op high school is. En eigenlijk moet je zo'n hele leven nabootsen en allemaal keuzes maken van wat ga ik vandaag doen? Ga ik vandaag met dat vriendje of met dat vriendinnetje om? Ga ik toch maar de battles doen? De Sims. Een beetje de Sims, ja. Maar dan iets gewelddadiger. En dan in een Japans, nou het is eigenlijk helemaal niet gewelddadig, want je vecht tegen van die rare beesten die battles. Helemaal... In Sims hoef je niet te battelen, behalve met je vrouw. Ja, maar er zit geen bloed in ofzo. Het is niet, weet je, je slaapt met een zwaard en dat is eigenlijk de enige gewelddadige wat erin zit. Ik denk dat 90% van de kijkers niet eens weten wat Persona 4 is. Nee. Het is een feit wat het is. Nou, het is een remake van een game die op de PlayStation 2 is, verscheen al een tijdje geleden. Het is dan ook Persona 4 Golden voor de Vita. En het is niet zomaar een remake, ze hebben echt verschrikkelijk veel aan die game veranderd. Ze hebben er extra... Ze hebben eigenlijk bijna alles erin gestopt wat je wil hebben in een JRPG. En zelfs extra stemmen, wat al heel erg bijzonder is. Er zit bijvoorbeeld één meisje in die had eigenlijk een veel te... Die moet een meisje voorstellen, maar die had eigenlijk een stem van een hele oude vrouw. En die hebben ze gewoon een extra of een nieuwe stem gegeven. En dit is gewoon... Het is wel bizar dat ze dat doen voor een PlayStation Vita game, vind ik eigenlijk. Precies, ze hebben ontzettend veel moeite ingestopt. Ze hebben eigenlijk die hele game opgekalfaterd. En het is nu... Het was al een goede game, maar nu is het eigenlijk 3 keer zo fantastisch geworden. Maar vind jij niet gewoon fantastisch omdat het meer SimCity is? Of The Sims is? Want The Sims vind ik echt gruwelijk kut. Nee, maar het lijkt... Weet je, het lijkt niet op The Sims. Je hoeft niet te gaan kakken, je hoeft niet te gaan eten. Oh ja, eten nee, wel. Nee, maar trouwens. Je moet allerlei relaties onderhouden en dat soort dingen. Ja, maar dingen. Dat is belangrijk. Dat vond je zeker ook tof in GTA 4. Ik, vond het, ik ben een van de weinigen die het niet erg vond om vrienden te bellen in GTA 4. Ik vond het helemaal niet relaxed inderdaad. Nee, maar de meeste mensen zitten daarover te zeiken, dat bellen met je vrienden en zo. Maar ik vind het al irritant als jij me belt door de week s'avond. Ik vind bellen ook kut, maar waarom ik eens? Nee, maar het onderhouden van die relaties die houdt natuurlijk verband met je persona's, wat zeg maar de manifestaties zijn van je geest, die je in battles kunt gebruiken. Dus als jij vrienden bent met een bepaald persoon, dan heeft dat invloed op bepaalde persona's die je kunt maken en die gebruik je in battles. Dus alles wat je doet is van belang. Het is niet zo dat je dat voor je eigen plezier doet. Het heeft allemaal invloed op de battles. Dat is natuurlijk het centrum van de game. En het verhaal, er is ook nog een enorm mysterie wat je moet oplossen in die game. Heel erg interessant. Dus ik vind het een fantastisch spel. En ik ben helemaal verslingerd aan een JRPG wat kut is. Want straks wil ik de volgende ook weer spelen. Straks ga ik Ni no Kuni ook spelen bijvoorbeeld. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik wil gewoon... Ik had het genre weggelegd. Het is ook al een beetje... Kijk, vroeger,
Vroeger. Toen, alles beter. Nu was niet alles beter. Maar als je kijkt naar de Europese game-industrie, de Amerikaanse voornamelijk. Toen werd er heel erg opgekeken naar die, naar die Japanse markt. Ja. Daar kwamen echt de grote titels vandaan. De Nintendo, de Final Fantasies, Dragon Quest. Ja. Allerlei dat soort dingen kwamen daar vandaan. Woe, dat was de shit. Daar werd heel veel van afgekeken. En nu is eigenlijk de omgekeerde wereld. Ja. Nu kijkt Japan kijkt naar een Dark Souls. Ook heel erg naar de Europese invloeden. Ja, maar daarom zeg ik, dit is eigenlijk een remake van een oude JPG. Toen in de tijd dat die games nog werkten. Tegenwoordig zijn zelfs, volgens mij, Final Fantasies worden niet eens meer zo heel erg briljant verkocht als destijds. Weet je, Ni No Kuni bijvoorbeeld, ik geloof wel, ik heb hem nog niet gespeeld, maar jij wel, dat is ook best wel vet, toch? Ja, ik vind Ni No Kuni vond ik een best toffe game, alleen ik heb de eerste 10 uur gespeeld. Dan denk je, de eerste 10 uur, normaal heb je een game al uitgespeeld. Ja. Maar toen was ik uit de eerste wereld, een beetje in de tweede wereld, en dat was voornamelijk op X drukken, wat je natuurlijk ook had bij Final Fantasy 13-1. Dat vond ik daarbij trouwens helemaal geen probleem. Ik heb er heel erg van het verhaal genoten. Maar dat kwam nog niet op gang, het werd nog niet echt tactisch en dat je zegt, ja, dat is die dingen komen wel echt zo traag op gang. Ja. En ik heb daar gewoon niet meer, als je een puber bent, je zit op de middelbare school, no problem. Ja. Maar ik heb het ook, met Persona 4 is hetzelfde. Ik denk ook dat het komt door de ontwikkeling gewoon van jezelf als hoe je gebruik maakt van media. Weet je? Ja. Wat zie je momenteel is dat je gewoon veel meer bezig bent met verschillende dingen. En als je echt op één scherm gefocust bent, dan moet het je ook wel echt heel erg veel boeien. Wil je daar alle aandacht aan geven? Momenteel, als iets je echt een seconde niet interesseert op je laptop of op je tablet, ja, dan ga je al op je telefoon erbij zitten. Ja. Weet je? Omdat je gewoon niet interessant genoeg vindt, want je gaat wel door. Ja. En dat heb je, ik hoor dat ook een beetje terugkomen eigenlijk. Dat je gewoon, eigenlijk word je net niet lang genoeg geboeid om je volledige focus te eisen. Ja. Is dat zo? Of, Nou ja, ik heb dat met heel veel dingen. En ik vond het bij Persona 4 ook even moeilijk. Want je moet door iets van 4 uur verhaal heen voordat je een beetje. Weet je, eigenlijk alle functies in de game krijg je pas na 10 uur spelen. Dan heb je kun je alles doen. Alle mogelijkheden komen dan los wat je hebt in de game. En dat is natuurlijk verschrikkelijk lang, want in de meeste games ben je maar dan zijn een beetje, we niet ook een beetje verwend dan door die westerse games, waar alles eigenlijk wel doodsimpel is en eigenlijk reet is. Klopt. Doodsimpel, ik bedoel, het is wel zo. Als we kijken naar Dragon's Dogma, die natuurlijk ongekende continues, of ongelimiteerde continues, je kan altijd doorgaan, er wordt goed voor je gesaved. Ja, het is wel zo dat ook heel veel westerse ontwikkelaars stoppen hun beste shit in het begin van de game, zodat je, weet je, zodat je in ieder geval door het begin heen komt. Ja, lang niet iedereen speelt natuurlijk een game uit. Dus dat is voor die mensen natuurlijk dat je wel het leukste. Precies. En ik vind dat ouderwetse denkbeeld van de Japanners, en sowieso in deze game, omdat het al een ouderwetse game is, is wel een soort van romantisch denkbeeld van wat gamers willen en wat dat je je games ook echt doorspeelt langer dan 10 uur, is bij de meeste westerse games, of westerse ontwikkelaars, is dat ongekend, zeg maar. Hoeveel uur stop je in Persona 4? Ja, meer dan 100, sowieso. Op je PlayStation Vita meer dan 100, dan moet je dus 34 keer opladen. Ja, dan moet je 80 keer op en neer naar Groningen. Oké, okay. Nou goed. Wouter gaat ondertussen nog even verder met het spelen van Persona 4. Heb je hem uitgespeeld of niet? Nee, nog niet. Nee. Succes daarmee. We gaan snel door naar het volgende onderwerp. En dat is van Bart vandaag over Google Glass.